Ik sta hier voor een portret van mijn grootvader en mijn grootmoeder met al mijn ooms en tantes van vaders zijde. Mijn vader staat er ook op, of eigenlijk zit hij, want het is de hummel die op de knie van zijn moeder zit. Hij is hier ongeveer een jaar oud. Een prachtige foto van een familie in redelijke welstand. In deze voogdij- en boedelrekening van de kinderen van Wouter Jan de Brouwer trof ik, midden jaren 80, al bladerend een kwitantie aan van mijn directe voorvader Adam Aarts de Brouwer. Ik vind het goed dat ik dit papiertje voor het eerst in mijn handen hield en toen dacht, oké, deze man, midden 17e eeuw, heeft dit papiertje, ditzelfde papiertje, ook in zijn hand gehouden, heeft met een ganzenveer en inkt erop geschreven dat hij geld heeft ontvangen ter verantwoording van zijn zorgen voor de kinderen van zijn oom. En dit soort persoonlijke documenten van zo lang geleden kun je nog steeds tegenkomen in archieven. Niet alleen van mijn familie, maar van heel veel families. Deze kwitantie, het stukje beschreven papier uit de 17e eeuw, deze foto uit het begin van de 20e eeuw en ik zijn met elkaar verbonden. En ik hoop dat veel mensen die onderzoek doen of nog onderzoek willen gaan doen, zich goed realiseren dat er in de archieven nog heel veel prachtige, persoonlijke en gevoelige informatie ligt die in de grote lijnen van de geschiedenis niet aan de orde komt, maar die voor jou heel veel kan betekenen.